Ja, John, hoe dichtbij was die verlenging nog uiteindelijk, hè? Ja, ik denk dat je hem zeker op basis van het laatste half uur verdiend had. Hele zware wedstrijd. Wedstrijden volgen zich heel kort achter elkaar op en fysiek erg zwaar. Maar goed, je toont wel veerkracht in de tweede helft. En, je weet dat Vitesse een goede ploeg is. Heel veel diepgang, veel snelheid. Dus moet je altijd voor op je hoede zijn. Maar ja, tweede helft zet je ze eigenlijk gewoon vast. Speel je hoog druk. En vind je even goed nog die aansluitingstreffer. En met een beetje geluk maakt David nog die 2-2. En pijnlijke nederlaag. Pijnlijk zeg je, maar is het ook niet jullie eigen verdienste dat het nog zo lang een wedstrijd is geweest? Ja, goed, kijk, het is een bekerwedstrijd en dan moet je zo lang mogelijk in die wedstrijd blijven. En dat is wat je doet. Nou ja, eerste helft, je geeft niet heel veel weg, maar je komt zelf ook niet echt aan voetballen toe. En dat hebben we onszelf te verwijten. Maar al met al, ik ben blij dat ik in ieder geval strijdlust heb gezien. We hebben echt gewerkt als team. Iedereen is echt heel diep gegaan. En doodzonde dat je niet die verlenging afdwingt. Maar al met al denk ik dat we de goede punten eruit moeten halen. En op naar zaterdag Emmen thuis. Ja, als je dan tegen AZ in de laatste minuut verliest. En tegen Vitesse eigenlijk heel lang een wedstrijd ervan hebt gemaakt. Twee ploegen die boven in de Eredivisie meedraaien. Dat moet ook wel, ondanks dat je verliest, wat zelfvertrouwen. Ja, het geeft een stukje houvast wel. Hè? Uiteindelijk begint het er altijd mee met de strijdlust. En ik denk dat je dat vandaag wel hebt gezien. Maar uiteindelijk is het wel belangrijk dat je wedstrijden gaat winnen. En dat is wel een volgende stap die we moeten gaan maken. Ja, één zal je ook jezelf moeten belonen. Want ondanks dat het natuurlijk misschien qua spel altijd beter kan, krijg je wel die kansen. Ja, dat is ook wel. En je krijgt altijd wel wat kansjes in een wedstrijd. En daar moet je meedogenloos zijn. En dat doe je vandaag niet. En dat kost je in ieder geval een verlenging. Dat is doodzonde. Ja, een zware wedstrijd. Nu de boel klaarstomen voor zaterdag. Want daar gaat het echt om die punten. Ja, dat is een belangrijke. Tuurlijk, na Emmen zijn er nog tig wedstrijden die gewonnen moeten worden. Maar het laat duidelijk zijn dat Emmen thuis, daar moet je van winnen. Dat is duidelijk.